Goedemorgen zonder zorgen. Het is zondagochtend en wat eten we op zondagochtend? Pannenkoeken. Want zo'n weekendochtend is niet compleet zonder zo'n stapel met lekkers. Ik at dit vorig jaar eigenlijk elke zaterdag en zondagochtend. En de laatste tijd is er een beetje de klad ingekomen. Toen dacht ik, met het nieuwe begin van na de zomervakantie gaan wij weer aan de pannenkoeken. Er staan wat recepten op de site. Ontzettend makkelijk, van het simpel pureren van havermout met banaan en een klein beetje melk tot wat uitgebreidere recepten ben ik aan de kook gegaan. En kwam ik erachter dat er nog een leuk recept bestond. En ik dacht, laten we dat vandaag eens heel even laten zien. Met de ingrediënten die jullie al in huis hebben. Dus als jullie dit nu zeg maar zondagochtend kijken en denken, oh, daar heb ik zin in. Dan hoef je alleen maar de keuken in te rennen. Want geloof me, dit heb je eigenlijk, ja, dit heeft iedereen wel in huis. Dit hele recept gaan we onder in de balk plaatsen. Dus wil je het filmpje overslaan of denk je, pannenkoek, ik wil meteen aan de slag. Klik dan heel even op de link hier beneden. Dan heb je meteen alles bij elkaar. We beginnen met de bloem. Dan gaat er een beetje bakpoeder bij, 2 eetlepels. En dat roer je door elkaar. Dan gaan de andere ingrediënten erin. Met de andere ingrediënten bedoel ik melk, plantaardig melk. Water. Dan gaan er 3 eetlepels gesmolten kokosolie bij. In plaats van eieren gebruiken we yoghurt, plantaardig yoghurt. In dit geval kokosyoghurt, omdat ik de smaak ontzettend lekker vind. Die kokosyoghurt of appelmoes of eivervanger, die zorgt ervoor dat de pannenkoeken wat luchtiger worden en dat het hele beslag wat beter bindt. Ik heb me laatst laten vertellen dat pannenkoeken Nederland zijn. En pannenkoeken zijn die hele grote dunne. Pancakes, American pancakes, zijn die dikkere. En wil je die hele fotogenieke pannenkoeken zo plup, plup, plup op elkaar hebben, die net even wat dikker zijn, net even wat voller van smaak, dan heb je dus de plantaardige yoghurt nodig. Dan gaat er appelsiderazijn doorheen. Een halve theelepel. Dan heb je de basis voor de pannenkoeken. Kan je misschien denken, dude, schiet op. Ik wil pannenkoeken maken. Prima, ga je gang. Dan gooi je het nu in de pan. Maar voor de mensen die net even wat meer smaak eraan toe willen voegen en net even wat lekker zoeter willen maken, 3 theelepels siroop of suiker of wat je ook in huis hebt. Tip van de vriendelijke mensen hier op kantoor. Flink wat kaneel. En er werd mij net verteld dat het huis hierdoor heerlijk gaat ruiken. Dat het niet per se de smaak heel veel, of dat het heel veel met de smaak doet, maar dat vooral alles lekker gaat ruiken. En dat is wat je natuurlijk wil de hele zondag. Dan is het beslag klaar. Dit zet je heel even 2, 3, 4 minuten in de koelkast, zodat het ietsje kan opstijven. Want zoals je ziet is het nog een beetje waterig. Terwijl het beslag in de koelkast staat, of even wat aan het opstijven is, ga je bedenken wat je op je pannenkoeken wil doen. Tuurlijk, je kan natuurlijk naturel pannenkoeken maken. En daar dan heel veel lekkers overheen gooien, dus gesmolten chocola en zo. Of je mengt het beslag met bijvoorbeeld appelrozijn. Er werd net een hele goede grap gemaakt. Zo'n maak spekpannenkoeken, dat gaan we dus vandaag niet doen. Appel en rozijn. Ik vind het heel erg lekker om er frambozen doorheen te doen. Zeker in de zomer en als ze er zijn. Beslag! En hij is nu stevig. Dus, we kunnen pannenkoeken gaan maken. Het vuur aanzetten. Doen. Olie in de pan. Doen. En dan bedenk je, waar gaan we mee beginnen? Frambozenpannenkoeken. Een halve lepel ongeveer. En die leg je in het midden neer. Als iemand nog een tip heeft om ervoor te zorgen dat die pannenkoeken allemaal even groot worden, alsjeblieft, zet het dan hier beneden neer. Want ik ben elke keer aan het priegelen en dan denk ik, ja, nu zijn ze allebei gelijk. En dan ben ik een mooie stapel aan het maken en dan is de eerste groot en dan is de andere klein en dan weer groot. Het ziet er gewoon niet zo mooi uit. Dat kan dus frambozen, maar dat kan ook aardbei zijn of plakjes ananas. Net wat je lekker vindt. Goed om te weten is dat je weet wanneer je hem kan omdraaien, wanneer de zijkant, dus de, zeg maar rondom de pannenkoek, droog wordt. Dus je ziet dat het beslag aan de bovenkant, dat maakt niet uit dat het dan nog nat is. Als er ongeveer een halve centimeter droog randje omheen zit, dan kan je hem omdraaien. Dat is nu nog niet, dus we wachten nog even. Ik denk dat de ene kant, de eerste kant, ongeveer 30 seconden en de tweede kant dan nog 20 seconden.
Zo, 1, 2, 3, flop. En dan druk je hem even aan, want je wil dat die frambozen helemaal in het beslag zitten. Wachten blijft een dingetje. Daarom vind ik taarten maken ook altijd zo moeilijk. Als ik iets maak, dan wil ik het ook meteen kunnen eten. En dat is 1. En dan ga je door met de volgende. Ik zeg altijd dat de eerste pannenkoek mislukt. Maar ik vind hem er op zich best wel heel smakelijk uitzien. De kaneel hadden ze wel gelijk in. Het ruikt wel echt heel lekker. Dat is 2. Kijk hoe pretty. Zie, daar ga je al. Deze is weer groter dan de vorige. Zo vervelend. Tips zijn dus welkom. Nummer 3. Een appelpannenkoek. 1, 2. Bam! Dan hebben we 1, 2, 3, 4, 5, 6 pannenkoeken. En dan kunnen we zo gaan eten. En dat was hem. Kijk nou! Tadadada! Het recept. Voor 6. Ik denk dat je er 7 uit zou kunnen halen op het moment dat je niet zo knetter van een enorme pannenkoek onderop zou leggen. 6 à 7 pannenkoeken die binnen 5 minuten in elkaar geplant zijn, binnen 5 minuten gebakken zijn en die je binnen 1 minuut kan opeten, want zo goed zijn ze. Het hele recept voor deze fantastische pannenkoeken vind je in de link onderaan de video. Heb je nog niet geabonneerd? Dan is die rode knop eentje die je echt in wil drukken. En ben je op zoek naar meer inspiratie, meer easy finger recepten. Volg ons dan op Instagram en op Facebook. En nu ga ik eten. Mag ik nu alsjeblieft eten?